Hallo, ik ben Caroline. Ik werk al 10 jaar bij IKEA als interieurvormgeefster. Textiel kan zoveel doen met een persoon. Textiel brengt comfort, coziness. Ik ben Iris. Ik werk bij IKEA. Ik ben interieurvormgeefster. Onze passie is eigenlijk om een kleine ruimte heel mooi te maken. Voor iedereen is er eigenlijk wel iets te vinden met stof. Ik ben Ode, ik ben sinds enkele maanden bij IKEA als verkoper. Zelf vind ik textiel geweldig om in je huis te gebruiken, om allerlei decoratieve dingen mee te doen. Hoe je textiel kan combineren met verschillende prints is eigenlijk vrij makkelijk te doen. De basistype is eigenlijk gewoon te zorgen dat je basis neutraal is. Hier is gewerkt met heel veel beige en grijze en bruine. Allemaal aardetonen en natuurlijke kleuren. En dan is het eigenlijk al heel moeilijk om fout te gaan, omdat er geen dingen zijn die er fel uitspringen. De landelijke stijl is eigenlijk een goede basis van wit. De streepjes en de ruitjes, de combinatie van de twee maakt eigenlijk dat je een heel mooi landelijke sfeertje kan neerzetten. Dat is helemaal geborduurd en gebreid. En ook de knoopjes zijn zelf als detail helemaal meegewerkt in het stof. Ook de mooie bloemen en terug één accentkleur, dat is hier dan bijvoorbeeld roze, maak je het echt spannend. Hier laat je zien dat je mooi durft combineren, maar toch toon op toon en toch een bepaalde kalmte bewaart in een ruimte. Het geeft echt een heel comfortabel gevoel, heel rijk, doordat je al die lagen gebruikt. IKEA werkt met verhalen rond bepaalde collecties. Zo is er deze collectie. Het verhaal vertrekt van Zweedse ontdekkingsreizigers van enkele eeuwen geleden. Het is ook een collectie van contrasten. Er zitten nieuwe dingen in en oude. Zo hebben we hier bijvoorbeeld een traditioneel patroon op donkere fluwelen stof, maar ook nieuwe, meer geblokte prints die samen een leuk geheel vormen. Mijn favoriete textiel is deze sprei. Zwart, lekker groot en ik hou van deze stiksels. Ik hou meer van de stof op dit kussen. Heel erg kleurrijk en bovendien is het ook gemaakt van plantaardige vezels, waardoor het een lekker ruwe textuur krijgt. Ik hou dan meer van dit kussen. De stof vind ik ontzettend leuk door het mooie patroon. En het leuke is, het is gemaakt uit gerecycleerd materiaal. Dit is onze etnische stijl. Zo kan je zien dat door het gebruik van verschillende soorten prints, die uit verschillende werelddelen komen, dat je eigenlijk je interieur helemaal kan veranderen. Je kan beginnen met een simpele beige basis en door bijvoorbeeld enkel het zwarte toe te voegen kan je bijvoorbeeld zorgen dat het al een etnische tint krijgt, maar door meer kleur en accenten toe te voegen krijg je een heel andere look. Die kleuren die hier gebruikt zijn matchen uiteraard met elkaar. Dan kan je gewoon zien dat bijvoorbeeld één bepaalde paars terugkomt in een ander textiel in je interieur of dat het matcht bijvoorbeeld met het blauw op je wand. Er zijn geen foute keuzes. Probeer en maak leuke dingen met spullen die je al thuis hebt, met spullen die je nieuw koopt en ga er gewoon voor. De mensen die hier wonen is een leuk gezin en iedereen springt 's ochtends mee in bed. We hebben hier te maken met mooie patronen. Hier mixen we eigenlijk het rood met het wit, maar ook de monstertjes met de stippen. Om het nog meer en leuker te maken kun je ook gewoon zeggen van ik knip een stukje stof en ik gebruik het om mijn lampionnen wat aan te kleden. Mijn leukste tip is het gebruik van spanriemen om eigenlijk op een leuke manier al je textiel samen te bundelen. Voor mij is eigenlijk het personaliseren van mooie items zoals dit krukje. Ik vind het super dat je sommige combinaties kan maken die niet evident lijken. Bloemetjes met streepjes met een ander patroon.